Okay, All About The Boobies, video 2, starts now. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag een video maken over mijn borstvergroting. Ik heb al 1 video gemaakt met alle info hierover, maar mensen zien die blijkbaar niet ofzo. Ik weet niet wat dat daar misgaat, maar ik krijg altijd honderden vragen nog per dag. Oké, geen 100. Maar ik denk ondertussen dat ik er nog altijd 2 à 3 per dag krijg. Wat nog altijd veel is. Dus ik dacht, ik gooi het nog eens in de video. Want als ik altijd iedereen apart moet beantwoorden, that's a lot of work. Dus ik heb jullie ook gevraagd om vragen te stellen. Ik ga eerst een beetje gewoon mijn verhaal doen. En dan ga ik jullie vragen beantwoorden. Ik heb ongeveer, ik denk 5 jaar geleden of 4 jaar. Ik ben niet meer zeker. Ik denk 4 jaar. Ja. 4 jaar geleden, op 5 februari, heb ik mijn borsten laten vergroten. Omdat ik zelf struggelde met mijn kleine tot non-existent borstjes. Ik had een AA. Ik had echt letterlijk niks. Ik droeg altijd van die hele dikke H&M push-up BH's die echt super dik zijn. Ja, ik voelde me er heel slecht over. Ik moest heel vaak wenen. Als ik naar beneden keek, dan zag ik gewoon niks, geen borsten. Ik voelde me daardoor ook heel mannelijk. En ja, ik voelde me heel slecht in mijn vel daardoor. Het is niet dat mensen daar comments over maakten of daar iets over zeiden of zo. Of dat iemand mij beïnvloed heeft om dat te doen. Nee, helemaal niet. Dat is echt puur mijn eigen keuze geweest. Puur voor mijn zelfbeeld en hoe ik mij voelde. En ik denk dat dat iets heel belangrijk is als je iets aan jezelf laat veranderen. Doe het dan voor jezelf. En zeker niet voor wat mensen zeggen of wat mensen willen of wat je partner wil. Als je partner zegt, oh, je hebt echt geen borsten of zo. Ik zou willen dat je een borstvergroting doet, maar je wilt dat zelf niet. Doe het dan niet. Luister naar jezelf. Dan is die partner het ook niet waard om u te hebben, vind ik. Want ik was toen in de tijd samen met Sam. En ik weet dat dat voor Sam totaal niet nodig was dat ik mijn borsten ging vergroten. Dat moest echt totaal niet voor hem. Voor hem was het echt perfect. Maar het was gewoon puur voor mezelf dat ik het heb gedaan. Ik heb toen een afspraak gemaakt bij een paar plastische chirurgen. Eentje in Meeuwen, weet ik. Eén in Genk. Eén in Heusden-Zolder of zo, denk ik. Ergens aan die kanten. En dan eentje... Nee, wacht. Heusden-Zolder is waar ik uiteindelijk ben geweest. Maar nog ergens eentje. Ik weet het niet meer. En de eerste 3 waar ik op consultatie ben gegaan, stonden me niet aan. Voor verschillende redenen. Maar ik voelde me gewoon niet op mijn gemak bij de dokter. En de eerste, denk ik, die zei tegen mij, ja, we steken er 500 cc in en dat gaat echt mooi zijn en dat gaat goed dik zijn. En als ik dan die prothese vasthield, ik moest dat bijna met 2 handen vasthouden, dat was gewoon niet iets wat bij mij zou kunnen passen. Dus ik kon me niet inbeelden dat er zoiets in mij zou zitten. Dus dat was al een no-go, want als ik dan zei, ik wil dat dat natuurlijk is en ik wil helemaal niet te groot, ik wil dat het bij mijn lichaam past, dan zei die nog, ja, maar je gaat zien, dat gaat mooi zijn, dat gaat echt mooi zijn, dat is goed dik. En dacht ik, nee. En dan de tweede zei van, ja, tegenwoordig willen ze toch allemaal zo'n pornoster look, dus we gaan heel rond zetten. En toen dacht ik ook, Nee, dat is niet wat ik wil. De derde had ik gewoon denk ik niet zo'n goede vibe mee en niet zo'n goed gevoel mee. En dan de vierde was uiteindelijk in Heusden-Zolder aan het circuit. En dat is Global Care Clinic. Ik wil ook even zeggen, ik ben nooit gesponsord geweest daardoor. Dit was allemaal met mijn eigen centen betaald. Ik moet hier niks zeggen. Ik vertel gewoon puur mijn eigen ervaring. En dan ben ik dus naar Global Care Clinic geweest. En de dokter was Mark Nellison of Nelissen, ik weet niet hoe je het zegt. Ja, ik had echt zoiets toen ik mijn uitleg deed van,
jij begrijpt mij, je weet dat ik natuurlijk wil, je weet dat ik niet te groot wil gaan, want ik ben maar smal gebouwd, ik ben maar mager. En ja, die wist echt zo wat dat ik wou. Die luisterde ook heel goed naar mij, wat ik heel fijn vond, want dat deden die anderen niet. Die zeiden gewoon maar heel tijd hun mening. En ja, hij was echt zo van, ja, oké, en je zou 2,30, 2,40 dan moeten nemen. En dan is het gepast en zo. En dat was eindelijk een prothese die niet heel groot was en wat ik mooi vond. Want bij die andere drie dokters, die hebben mij allemaal van 500, 400 en dan die laatste 380 of zoiets gegeven. Maar dat was allemaal veel te groot voor mij. Dus ik voelde me echt goed. En toen heb ik gezegd, oké, ik wil graag... Allee, ik heb er nog denk ik een nachtje over geslapen. En dan heb ik gezegd, oké, ik wil graag een operatie. Dan is er denk ik een maand over gegaan of zo. En dan kon ik daar al terecht. Dan 's ochtends heeft Sam mij gebracht. Dan, ja, ik weet niet meer juist hoe dat is gegaan. Ik weet dat ik toen niet zenuwachtig was. Wat ik heel raar vond, want ik ben normaal voor zo'n dingen... Allee, dat was de eerste keer dat ik ooit geopereerd werd. Hopelijk blijft dat zo. Maar ja, voor zo'n dingen zou ik heel zenuwachtig zijn normaal. Ik was niet zenuwachtig. Ik was gewoon heel excited, heel blij dat ik eindelijk het ding ging doen wat ik wou. Ik was toen ook al 24, dus ik was wel op een leeftijd dat ik wel zeker wist dat ik dat wou. En ja, dan weet ik dat de dokter tegen mij kwam babbelen en heel vriendelijk was. En we gelachen hebben en zo. En dat was heel fijn. En dan na mijn operatie werd ik wakker. Ja, dat was heel raar. Ik was ook nog nooit in slaap gedaan of zo. Of onder narcose geweest. Dus ik was wel een beetje misselijk. Maar niet extreem. En ik denk 2 uur later of zo kon ik al goed water drinken. En dan mocht ik naar huis. Dan is Sam mij komen halen. En dan ben ik naar huis gegaan. En dan weet ik dat ik pijnstillers moest nemen. En zo'n sport-BH aandoen. Maar een hele strakke. En pijnstillers heb ik die dag nog eentje genomen 's avonds. En daarna niks meer. Omdat ik gewoon geen pijn had. Het enige wat ik had was een druk op mijn borst. En ik had het moeilijk met slapen op de rug. Ik ben wel een rugslaper vaak. Maar als je zo gedwongen wordt om de hele tijd op je rug te slapen, is het toch wel moeilijker. Maar daarvoor had ik een zwangerschapskussen gehaald. Zo'n grote worst. En dat hielp wel heel goed. Want dan kon je zo fijn in je kuiltje blijven liggen. Ja, dus ik heb geen pijn gehad. Geen last gehad. Niks. Dan qua prothese heb ik 230 cc. Dat is helemaal niet groot. En ik heb Motiva Ergonomics. En Ergonomic was iets tussen het ronde en het druppelvormige in. Dus dat zag er het meest natuurlijk uit. Als je ligt, zijn die mooi nog rond. Maar als je dan zit, dan vallen die toch een beetje zo naar beneden. Maar niet zo fel als een druppelvorm. En een druppelvorm kan al snel als een hangborst overkomen. Zeker op mijn leeftijd, zei hij. Dus die protheses heb ik dan gekozen. Ik heb aan twee kanten van mijn borsten allebei 230 cc. Soms kan dat aan de ene kant meer zijn, aan de andere kant minder. Omdat de verhouding van je borst al anders is. Borsten, ja, soms is ene dikker en soms is ene minder dik. Maar dat was geen probleem bij mij. Mijn protheses zijn ook voor de spier geplaatst. Dat vragen ook altijd heel veel mensen. Waar is uw prothese geplaatst? Dus voor de spier. Omdat ik graag waarschijnlijk ooit nog wel een kindje wil. En als je zwanger wordt met borstvoeding en tijdens de zwangerschap gaan je borsten groter worden en zo. Gaat de vorm van je borst veranderen. En dan kan ik nog altijd nieuwe protheses achter de spier laten zetten. Maar als ik ze nu al achter de spier zou hebben, dan is er wel een kans dat die spier uitleurt bij de zwangerschap of bij borstvoeding geven. En dan is dat minder mooi als ik die erachter laat zetten. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ik weet niet. Maar
Die kwam er ook bij mij voor de spier, omdat ik wel 2 centimeter vet had aan mijn eigen borst. Dus ik had wel 2 centimeter, wat raar was met mijn AA-cupje. Maar dus, hooray, ik had 2 centimeter vet. Waardoor dat mijn prothese gewoon voor de spier kon geplaatst worden. Ik heb voor mijn operatie alles in, al mijn consultaties. Ik ga nu nog jaarlijks gewoon 1 keer laten checken. Als alles in orde is, maar alles is goed, maar voor de zekerheid. Maar in totaal heb ik €3.500 betaald ervoor. Ik weet dat heel veel deze vraag stelden. Vorige keer in de video heb ik dat niet gezegd. Niet omdat ik dat niet wou zeggen ofzo, maar gewoon puur omdat ik het ben vergeten. Maar ik heb €3.500 betaald. Had ik allemaal gespaard van mijn werk en zo. Dus ja, voor mij was het dat gewoon waard. Voor mij was dat €3.500 waard. Ik weet dat in de andere kliniek het maar €2.500 was. Dus dat was €1.000 minder. Maar ik had er geen goed gevoel bij. Dus dan heb ik er liever €1.000 extra voor over om goed geholpen te zijn en om mooie borsten te hebben. Ik weet niet wat ik dan nog zo er al over kan vertellen. Dus ik ga eens kijken wat jullie gevraagd hebben en dan kan ik misschien daarop inpikken. Hallo, oké, deze vlog stopt ineens. Maar de vlog samen met al de vragen was meer dan 45 minuten. En dat is wel redelijk veel. Dus ik dacht, ik ga het vragengedeelte splitsen en ik ga dat op woensdag laten komen. Dus zijn jullie geïnteresseerd in al de vragen? Zoals, zijn mijn tepels nog gevoelig? Kan ik nog borstvoeding geven? Waar zitten de littekens van mijn operatie en zo? Kijk dan zeker woensdag naar de volgende vlog. Dag, tot woensdag! Oh.